Hartelijk welkom bij RTV Actueel. Wij zijn naar Nijkerk afgereisd. En u heeft het allemaal wel gezien, de Rabobankavond. 25 november. We hebben daar maanden naartoe geleefd. Want hier gaat het gebeuren. Bunschoten haalt even die 22.000 euro op als ze gaan winnen. Er is al lang aan gewerkt en er zijn er allemaal klaar voor. De burgemeester is hier, de City Marketing en heel veel mensen van de Rabobank. Want het gaat over het Samen Sterker Fonds. En Bunschoten heeft natuurlijk via de Facebook ontzettend veel likes binnengehaald. En dat is ook een onderdeel daarvan, want het gaat over de levende haven. Een mooie levende haven, een botterhaven met allemaal mooie oude botters erin. Dat willen wij. En natuurlijk ook de City Marketing, als zij die 22.000 euro gaan winnen. We gaan het allemaal meemaken, want hier in het ambt van Nijkerk gaat het gebeuren. Wij gaan naar binnen. Ja, nog voordat het feest gaat beginnen hier, burgemeester. Hoe is de sfeer in het kamp Bunschoten? Want de bedoeling is dat we gaan winnen. Ja, het is denk ik passend bij deze periode naar de komst van de pakjesavond van Sinterklaas. Vol verwachting klopt ons hart. Ja. Want zijn ze goed voorbereid? Zijn ze geprepareerd? Want ik begreep dat Pierre die gaat die pitch houden. Ja, daar heb ik alle vertrouwen in. Ik heb het gezien als een prachtig project, wat echt helemaal in ons dorp leeft. Dat blijkt ook wel uit vele reacties op Facebook, maar ook hoe daarover gesproken wordt. Dat die haven met alles wat er omheen zit, dat behouden moet blijven, daar moeten we alles aan doen. Het doet de gemeente van alles aan, ook de Bruine Vloot en andere organisaties. En dat er nu dit plan is gemaakt om dat zo te gaan promoten, dat wij dus ook een extra kans verslagen hebben om onze doelstelling te halen. Ja, dan kan die Rabocheck, die hebben we heel hard nodig. Dus daar zal heel erg op worden ingezet. Ja. En ik denk dat het voorwerk goed is. De presentatie zal vast goed gaan, daar heb ik alle vertrouwen in. En dan hoop ik dat er voldoende bij mijn collega's en bij de directeur van de bank... Ja. Voldoende land om de maximale punten aan het project uit Bunschoten-Spakenburg te geven. Wat even uw rol hier vanavond, anders dan aanwezig zijn en... Wat nog meer? Ik ben lid van de jury. De jury bestaat uit de algemeen directeur van de Rabobank Randmeren en de 5 burgemeesters van de gemeenten. En die 5 burgemeesters mogen punten geven aan de producten, de 5 producten. Ah nee, elke burgemeester mag maar eens punten geven aan 4 producten. Hij mag niet op zijn eigen gemeente stemmen. Moet u zelf nog iets roepen, iets zeggen? Nee, er komt zo een presentatie van de 5. En de jury krijgt de gelegenheid om vragen te stellen aan degene die de presentaties hebben gedaan. En daarna gaan we in een zaal achter onze punten invullen en inleveren. En dan zal blijken wat het totaalplaatje aan punten van ons, naast de punten van Facebook en de punten van de ledenstemming, wat dat samen oplevert. Dan komt de winnaar eruit. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Een plezierige avond. Dankjewel.